Goedemorgen en welkom bij dag 3 van onze Londenreis. Vandaag gaan we uitchecken uit het hotel. En we gaan vanavond weer naar de boot om vervolgens weer naar huis te gaan. Morgen zijn we weer thuis. Ja, zometeen, want dan mag nog niet in de vlog. Omdat het anders dan ook copyright nog wat is. Blablabla. Gisteren Miranda Sings was epic. Ik had er echt onwijs veel zin in. We hadden wel goede plekken, zeg maar. Maar we zaten helemaal boven. Maar er zaten twee mannen voor ons. Lange mannen, zeg maar. Toen zaten op dat randje van dat. Zaten op de leuning. En toen na een half uur zei de bewaker er wat van. We zaten letterlijk al een half uur op die leuning. Omdat we anders niets konden zien. En elke keer bij de voorstelling gingen zeg maar mensen staan. En dat was ook echt. Weet je hoe haatvol het is? Dat je als je filmt, dat je al je filmpjes zijn verpest. Door mensen zeg maar die gaan staan. Nou, ja, dat hadden we dus. Ik ga eerder naar de wc. Maar echt. Ik heb ook alleen maar dezelfde mensen aan de wc. Ik ja, maar echt. En ineens zie je alleen een hoofd. Dan denk ik dat... Maar echt. Maar echt. We zitten trouwens op de derde verdieping in het hotel en dit is ons uitzicht at the moment. En Ines gaat zo douchen en dan daarna gaan we lekker even ontbijt halen bij Co/Op. Want het zit vlak bij ons hotel. Super nice en ik kan niet wachten om vanavond met Ien de shoplog op te gaan nemen van Londen. Super tof. En ik zie nog maar dat mijn camera nog maar 2 streepjes heeft. Dus die ga ik even opladen. En dan zie ik jullie zo weer. Want we gaan ons klaarmaken voor de dag nummer 3 in Londen. Ik heb serieus al mijn spullen in de koffer gekregen. En dit zit er in mijn handtas. Of handbagage. Cola. Portemonnee. Oordoppen. En sleutels. En dit is dan Ines' kant. En Ines heeft alles gewoon in één koffer gepropt. Nog niet. Ze is bezig met haar make-up hier. Dus, let's go. We gaan ons klaarmaken voor vandaag. Laatste dagje Londen. En morgen weer naar huis. Oké, dit wordt Jamie's eerste indruk van de Big Ben. Ja? Ja. Je ziet nog niks. Big. Oh my god, guys, het is zo leuk hier. Wait, I'm vlogging myself. Het is zo ontzettend leuk hier. London. Het is er wel weer een paar uur later. En we hebben boodschappen gedaan. My god, we zijn gewoon in hartje Londen. Wow. Nou, we waren al eigenlijk in Londen. Maar nu zijn we bij de London Eye. Hier achter me zie je, wat is dit, Buckingham Palace, Ian? Wat is dit? De London... De Big Ben. De Big Ben. Oh, de Big Ben. En daar is de London Eye. We gaan hier even heen. Ik hou echt van Londen, ik zie er. Het is zo ontzettend gaaf. Ik ga even overpakken. En Ines is dus nu hier een foto maken van als ik aan het vloggen ben in Londen. Ah. Dus ja. En we gaan nu daarheen lopen. Kijk hoe vet jongens. Oh my god. Maar besef wel, als je naar Londen gaat, dat het wel heel erg duur is. Want hier betaal je echt makkelijk al bijna 6, 7 pond voor een broodje. En Ines, hoe vind je het tot nu toe? Leuk hè. Dus wij gaan heel even Londen ontdekken. En dan shoppen. En weer shoppen, ja tuurlijk, op Oxford. Ja, want we kunnen niet shoppen tot 12 uur. Nee. Want om 12 uur gaan alle winkels open. En Jamie wilde eerst niet eens hierheen gaan. Dat vind ik echt raar. En daar heb ik nu spijt van. Ja. Kijk hoe mooi. Woe. Londen. Yeah baby. We'll be right back.
van Nederland, Londen, New York. En je hebt hier echt allemaal billboards en zo. Echt super leuk. Ik geef jullie nu een overview van dat jullie het een beetje zien wat ik nu zie. Daar zit een gatwinkel. En daar in het verte. Daar kan je shows kopen voor de show Wicked. En je ziet letterlijk allemaal bussen hier. Super leuk. En daar heb je hebt hier serieus duizenden musicals naast elkaar. Daar heb je een theater. Daar heb je een theater. Daar in de verte. Ik ga het even aan jullie laten zien. Zie je dit? Michael Jackson, musical. Super leuk. En dit is iets met Believe It or Not. En we gaan lekker rondlopen naar de M&M store. En ik zie jullie zo weer. Oké, we zijn dus nu aan het lunchen / avondeten. Ik heb een tomatensoepje met een stokbroodje en Coca-Cola Light. En we hebben het allebei wat gekocht bij het merk Skinny Dip. Daar komt trouwens binnenkort een shoplog van. Die gaan we vanavond opnemen. En Ines heeft ook wat gekocht bij Skinny Dip. En wat heb jij voor... Ook hetzelfde, toch? Ja. Ik vind hem echt lekker. En waar gaan we zo meteen nog heen? Topshop. Another Story. Another Story. Ja, dus zusterbedrijf van H&M ofzo. Dat is wel leuk. Dus we gaan lekker eten. En we zien jullie zo weer. Oké, we zijn weer geland bij Pret. En dat is een winkeltje of een eetentje. Met superleuke dingetjes en zo. Kijk. Wacht. Ik zit er eens te denken. Oh, dat heb ik op camera. Dat is heel... Kijk, de recepten van Pret staan altijd op de site. Dus ik kan gewoon... Ik moet even kijken hoe het heet. Ik kan gewoon even zelf op. Oké, maar wat we dus hebben gedaan... is we gaan zometeen water kopen. En jullie denken, waarom kopen jullie water? Nou, door dit. Dit water is letterlijk hemels. Maar de smaak. Ja, ik weet niet wat het is. Ik hou niet echt van water, maar ik heb het echt opgetrokken in 1 seconde. Maar nou, echt. Zullen we zeggen, dit is VIP. En we hebben hier een tas voor het eten, die ik zometeen ga eten nog. En sinds ik deze Londenreis aangaf zo, ben ik echt verslaafd aan Coca-Cola Light. Ik begin nu een beetje op Monica Geuze te lijken, but oké. En hoe is jouw lemon ding? Warm. En ik eet ondertussen een broodje kaas en ik ben nog steeds echt blij met dit ding van Skinny Dip. Maar jullie zien het allemaal. Net als op mijn H&M. Oh ja, die zit in die tas. Wil je die hebben? Oké, dan gaan we... Wow. Scherp stellen. Ik heb het verhaal verloopt voor dat hij echt... Oké, top. Wacht. Oké. Maar we gaan dus als we op de boot zijn, gaan we een schroeplog opnemen. Het zat zo. Dus ik denk, nou, weet je wat, goed op. Ik ga dit oppakken. Toen heb ik maar 15 minuten. Oh, badass Ines. Maar het is echt super leuk. Ik hoop dat jullie de Londen vlogs leuk vinden. Ik vind het in ieder geval wel leuk om te maken. Oké, guys, we zitten dus nu in de trein. En het is nu 8 uur 17. Sorry, maar dat ik zoveel, maar anders gaan andere mensen om me zeuren. We gaan over ongeveer 13 minuten weg. Dan moeten we een uur in deze trein zitten. En dan moeten we waarschijnlijk een uur wachten. Als we die zouden doen, dan zouden we een uur moeten wachten en dan zouden we net op tijd de boot halen. Maar wat die vrouw dus tegen ons zei, want we zijn naar een vrouw gaan, die zei pak op mouwen met het taxi te pakken, die doet er letterlijk maar misschien 20 minuten over. En dan zijn we gewoon ruim op tijd, gewoon een uur van tevoren. Dit is zo niet chill, guys. Nou, we zitten dus nu in de trein. Maar gelukkig hebben we nu een vervangende. We gaan naar met de taxi. Maar echt, ik raakte in de paniek daar, jongens. Niet normaal. Ik zat echt letterlijk van, oh my god. Weet je wel, we gaan het niet halen, we komen niet thuis. Maar Ines was weer zo lief.
om te zeggen, James, het komt goed. Dus, wij zitten nog eventjes een ongeveer 10 minuutjes in deze trein te wachten. En dan gaan we zo naar de boot. En dan geven we jullie misschien nog daar wel een update. Zullen we de shoplog hier opnemen? Nee. Oké, ik ga jullie even wat vertellen wat er aan de hand is. Oké? Oké, we moesten van die kant naar die kant komen. Harwich. Dat is Norwich. Oh, waar is Harwich dan? Oh, Harwich. Oké, dat is logisch. Wacht. Harwich, toch? Ja, maar waar zijn we? Oké, dus we gingen zo. Oeh, en we gingen hier stoppen. Ik weet niet waarom hier, maar die vrouw zei hier. En dan zouden we de taxi nemen naar hier in 20 minuten en dan zouden we onze boot halen. Wat dan? Nee, haha. Harwich International, daar zijn alle boten. Waar is International dan? Daar. Ook al op een andere plek. Oh, daar. Nou, nu klink ik dom. Wat is dat veel? Moet gewoon positief denken. Maar het is vandaag maandag en we zitten op de boot. Gisteren hebben we toch de boot gemist. Dus daardoor moesten we in het hotel slapen. Maar dat houdt ons niet van om op de boot de shoplog op te nemen. Dat vinden we leuk. Dus daar staat ons geïmproviseerde statief. Hier liggen alle spullen en we gaan filmen. Dus let's go! Het zonnetje schijnt echt super lekker in de duinen. Kijk eens in de duinen zitten. Met dit hier en dit. Super chill. Super awesome, smalls. En ik ga jullie binnenkort. Dan gaan we, denk ik, wel iets over. Ook over een video maken over Londen. En wat je mee heel goed kan doen. Om te shoppen. Waar je zeker allemaal heen moet gaan om even daar echt, dat is echt, misschien zijn dat wel de winkels die echt de moeite waard zijn. Dus laat me even wachten en ik zie jullie zo weer.